Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen hoe je met je schoenen aan de pedalen kan vastklikken en ook hoe je weer uitklikt. Vind je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en plaats eventueel vragen en commentaren in de comments. Ja, als je de keus maakt om vast te willen klikken met je schoenen aan de pedalen, dan en waarom dat je dat zou doen, overigens, daarvan staat al een video op mijn kanaal. Dan is het ook wel prettig om te weten hoe je dan vastklikt en weer losklikt. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld en dat gaan we eventjes aan de hand van een close-upje laten zien. Nou, als we gaan inklikken, dan hebben we een plaatje onder de schoen. Werkt overigens bij racefiets en mountainbikes hetzelfde. Ander soort plaatjes, ander soort pedalen, maar het principe werkt hetzelfde. Het plaatje heeft een puntje. Dat puntje dat valt dadelijk hier onder het pedaal. En de achterkant die klikt daar vast. Ik zal het even snel laten zien en dan laten we het zo meteen even vertraagd zien. Hij gaat er zo in, dan zit hij vast. Dus we zien dat je voet kan nog een beetje zijlings bewegen, maar je zit in principe vast aan het pedaal. En als we uit willen klikken, dan draaien we de hak naar buiten en dan is de schoen weer los. Nou, dan laat ik dat nog een keer graag vertraagd eventjes zien, zodat je precies ziet wat er eigenlijk gebeurt. Het hoekje valt daaronder. En wat je eigenlijk al ziet is dat als ik de schoen gewoon voorwaarts beweeg, dat het pedaal draait. Dat is ook eigenlijk wat er gebeurt. Want als we de hak naar beneden trappen, dan heeft dat niet zoveel zin. Want dan zie je dat het pedaal gaat meedraaien. Wat je feitelijk doet, is dat je de schoen in deze richting gewoon doorduwt. Dus je zet je voet erop en je blijft je voet eigenlijk naar voren duwen. En dat je dan, als je goed kijkt, zie je dat het pedaal is wat vastklikt aan de schoen. Dus om het nog een keer te doen, we zetten de punten in en het pedaal draait naar de schoen toe in plaats van dat we de hak in het pedaal duwen. Goed, je hebt nou gezien hoe die vastklikt en ook in principe hoe die uitklikt. Nou zijn er verschillende soorten plaatjes. Bij de racepedalen is het uitklik eigenlijk altijd met de hak naar buiten. Bij mountainbike pedalen en dan met name bij het systeem van Shimano zijn er twee soorten plaatjes. De plaatjes die worden gekenmerkt door SH51 die gewoon met de hak losdraaien. En de plaatjes die worden gekenmerkt met de codering SH56. En die plaatjes dat zijn zogenaamde multi-release plaatjes. Daarbij is het zo dat je niet alleen losklikt door de hak naar buiten te draaien, maar ook wanneer je hele voet naar buiten beweegt, klikt het plaatje eigenlijk los. Dan is het misschien nog leuk om even te weten dat Shimano ook nog zogenaamde klik-R-pedalen heeft. Klikker worden ze eigenlijk genoemd. Specifiek gemaakt voor mensen die bang zijn dat het losklikken niet goed gaat, kunnen makkelijker in- en uitklikken. En als we dan toch hebben over dat makkelijk in- en uitklikken, dan zie je dat de pedalen ook nog een schroefje hebben. Bij dat schroefje staat een M en een plus, of een min en een plus, zeg maar. Dat zit, als je aan twee kanten kan inklikken, zit het aan beide kanten. Dus in dit geval zit het hier, maar ook daar. Als je dat schroefje helemaal naar de min draait, dan doe je eigenlijk de veerspanning die op het pedaal staat, verlagen, waardoor het in- en uitklikken makkelijker gaat. Ik heb je laten zien hoe je inklikt en ook hoe je weer uitklikt op de pedalen. Ik heb je ook laten zien hoe je de pedalen kan stellen zodat het in- en uitklikken wat makkelijker gaat. Vind je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en plaats eventueel vragen en commentaren in de comments.